De internationale herdenkingsdag van de transatlantische slavenhandel en de afschaffing daarvan, Remembrance Day, is gisteren herdacht. In dit kader zijn er bloemen gelegd bij het standbeeld van Kwaku door de Haitiaanse gemeenschap hier te landen en de Federatie voor Afrikaans Renamang. In de nacht van 22 op 23 augustus 1791 werd succesvol een grote slavenopstand geleid door Toussaint Louverture, die als een Haitiaanse held wordt gezien. Mede door die opstand is de transatlantische slavenhandel in 1807 afgeschaft, zegt Iwan Wijngaarde, voorzitter van de federatie. Zijn organisatie viert deze dag samen met Haiti, omdat Suriname ook deel uitmaakt van landen met een slavenverleden. Wijngaarde zegt dat terwijl in 1793 Toussaint werd gebracht naar Frankrijk in verband met zijn overwinning, Boni in Suriname werd doodgeschoten tijdens een complot van de kolonisator. Volgens Wijngaarde kunnen we de kracht van samenwerking van de kolonisator leren. En bagadi de keer Boni, dat heb ik klaar in de kiezen. Want bagadi, alle drie groepen die men deden koloniseren, die ben alle herder, want ook toen de koloniseren, ook toen een groepen die men de vier en de vier die draven, dan sluit vrede aan de ring, dan gaan we vorm voor koloniseren. Dan gaan we bagaboestingen in Vororak, de sluit vrede ook toe. Zo, in de Kataki heersen dan, dan de en anu voor Europa. En dan die, na akkati voor samenwerking, en was dan ook een leren voor de wet, maar na samenwerking die de abi, dat de taki, en de potere en de taki, de muswinnen was aan die, dat de winning. Wijngaarde zegt verder dat de Verenigde Naties het belang van deze dag heeft ingezien en een resolutie heeft geslagen om de dag te erkennen. De consul-generaal van Haiti, Alexios Pieteren, geeft aan dat deze dag ook veel pijn met zich meebrengt. Mensen als onszelf zagen ons als beesten, zegt de consul. Le monde s'est été conservé avec bœuf pour labourer la terre, avec poil pour transporter. Il y a des gens qui à grand, il y a des gens qui fort four, il y a des gens qui ont reposé, il y a des gens qui ont été malades, il y a des vétérinaires pour nous. Et il y a des business qui ont été calés pour nous connaître. Mais le monde s'est fait travailler pour nous, il n'y a pas de sentiment de mérité. Il y a des fracassements qui ont été mérités, il n'y a pas de sentiment de mérité ça. Il y a des gens qui ont été à sa rendue ici, dans la Russie. Donc, son gros daté, avoir un petit daté en Dieu, et son bon daté, il n'y a qu'un monde supposé jamais lié. Et nous avons daté un peu, nous avons ma forgetté dans la histoire. Hoewel de slavernij lang geleden is afgeschaft, bestaat er nog steeds racisme en ongelijkheid. Het gevecht tegen deze nieuwe vorm van slavernij is volgens Jospieter nog niet gestreden. We moeten onze kinderen met vernieuwingsgedachten opvoeden. De consul heeft een Indiaanse vrijheidsstrijder uit houtsnijwerk overhandigd aan Wijngaarde als symbool dat hij ook een strijder is binnen de Surinaamse gemeenschap. Henk Herrenberg, voorzitter van de commissie Viering 40 jaar onafhankelijkheid, zegt dat de overheid een borstbeeld van de vakbondstrijder Louis Doedel heeft geplaatst bij Civis aan de Bonnystraat. Volgens hem heeft de vakbond nooit een krans gelegd bij Doedel. Herrenberg zal het ministerie van Onderwijs vragen dat de scholen meer aandacht besteden aan herdenkingsdagen.